Wat een heerlijk weertje is het. We gaan de auto eraf zetten. Ik ga het eventjes een paar dagjes naar huis toe. En ondertussen dat Klaas de auto eraf zet met zijn matroos, ga ik hem eventjes uitlaten. En dat is geen straf met dit mooie weer. En ik ben weer thuis bij mijn ouders. Ik film het even van mijn iPhone. Dus misschien lijkt het wel dat ik scheel kijk. Maar dat komt natuurlijk omdat je jezelf ook in het schermpje ziet. Dus je kijkt jezelf aan. Maar ik ga het eventjes proberen gewoon met mijn iPhone te vloggen. Kijken of het werkt. Dan kan Klaas het filmen aan boord morgen. We hoorden net toen we in de auto zaten onderweg naar mijn ouders. Want Klaas die heeft me eventjes gebracht. Is ook nog steeds bij mijn ouders. Dat we waarschijnlijk deze week niet meer lossen. Dus als dat zo is, dan komt Klaas vrijdagmiddag weer hierheen. En dan hebben we weekend thuis. En dan gaan we zondag gewoon weer richting boord. Als we alles gedaan hebben. Dus dan, ja, dan kan ik gewoon morgen zeg maar, weer met mijn camera filmen. Want dat vind ik iets handiger. Maar goed, voor nu doen we het dus gewoon even met mijn iPhone. En waarschijnlijk zie je geen losbeelden, maar dat weet ik niet zeker. Ik hoop natuurlijk van wel. De hondjes zijn gezellig samen even lekker buiten aan het spelen. Daar was Finn echt wel even aan toe weer. Even zijn energie kwijt. Dus dat is ook alleen maar fijn voor Finn dat hij dat kan. Ik ben echt benieuwd of dat je nu verschil ziet qua beeld. Als jullie verschil zien qua beeld, laat het me eventjes weten hier beneden. Nou, ik lig nu al, althans ik ben nu van plan om lekker naar bedje te gaan. Het is ongeveer 22:15 en we hebben net eventjes gezellig Expeditie Robinson gekeken. Super gezellig, Klaas is weer aan boord. Nou, Klaas is weer naar boord en die komt morgen waarschijnlijk weer hierheen. Wat ik al eerder zei, die hoeft waarschijnlijk niet te lossen. Dus... ga ik nu lekker in bed liggen. Nog eventjes een beetje Netflixen, YouTube, Instagram en dat soort dingetjes. En dan val ik vanzelf in slaap. Dus ik zou zeggen, ik zie jullie morgen weer. Een hele goede morgen. Het is vandaag vrijdag. Ik ben net wakker, zoals je kan zien. Ik ga me zo meteen eventjes klaarmaken. Me even douchen snel en wat kleren aantrekken. En dan ga ik naar een afspraak die ik heb. Die laat ik lekker privé voor jullie. Daar hoor je er binnenkort wel weer eens wat over. Dus dan ga ik naar die afspraak. En dan ga ik daarna eventjes Klaas bellen van waar die is ongeveer. En gaan we nog lossen en dat soort dingetjes. Dus ja, ik neem jullie vandaag weer mee in mijn dag. Ik ga zo goed mogelijk proberen te vloggen. Dat je echt ziet hoe mijn dag eruit ziet. Gehad. Ik loop nu onderweg naar de auto toe met een heerlijk broodje wat ik net even heb gehaald. Want ik vond dat ik dat wel had verdiend. Ik ben met mijn moeders auto. Weer zo'n high technische auto die je niet kan starten met een sleutel en dat soort dingen. Dus het is lekker spannend. Zo, ik zit nu in de auto van mijn moeder. Ik had net een afspraak. Die heb ik gehad. Alles was ja, gewoon goed. Het ging goed, de afspraak. Daar horen jullie binnenkort wel meer over hoe en wat. Nou heb ik een lekker broodje tonijn gehaald. En kan hier het dak ook open als het goed is. Kijk. Als we gaan rijden, rijden we wel in stijl. Toch? Ik heb eventjes een nieuw dekbed overtrek gekocht. Voor bij mijn moeder thuis. Want ik had de een en die paste niet en die was niet meer compleet en zo. Dus nu kan ik het bed even netjes opmaken. Maar Klaas belde mij ook net dat hij wel gaat lossen. Dus Klaas is aan het lossen als het goed is. Ik ga zo even bellen dat hij wel moet gaan vloggen. En dan... dan gaat hij ook nog laden als het goed is. Dus ik ga nu even snel dit broodje opeten. Dan rij ik rustig aan mijn huis. En dan ga ik de vlog editen. Dus ik heb nu de vlogs in tweeën gesplit. Dus die van maandag tot met zondag ga ik dan nu... Of van maandag tot met woensdag, sorry. Ga ik dan nu editen. En dan... dan zijn mijn ouders denk ik ook wel weer klaar met werken. Dus dan ga ik even gezellig met mijn ouders drinken. En eventjes... we spreken met mijn ouders. En ondertussen ga ik ook natuurlijk even een paar keer lopen met Finn. Want die moet ook uitgelaten worden natuurlijk. Dus dat is wat ik nu ga doen. Ik hoop echt dat dit een beetje goede kwaliteit is qua filmen. Ik weet ook niet of ik hem nou horizontaal of verticaal moet houden op mijn camera. Want beide geeft een breed beeld aan. Dus ik hoop maar dat het goed gaat. Een hele goede morgen. Het is vandaag zaterdag en ik ga zo meteen over een uurtje naar de kapper. Want ik heb een echte verschrikkelijke uitgroei die ze even gaan fixen. En Klaas die is, als het goed is, nu om 9 uur zijn ze het ruim van hem aan het spuiten. Want we gaan zout laden. Dat zie je zo meteen ook voorbij komen, hoop ik. Ik hoop dat hij zijn camera heeft aangezet. Ik ga hem zo gelijk even bellen daarvoor of dat hij hem aan wil zetten. En dan gaat hij vanmiddag zout laden. Doet hij nog een klein stukje en dan komt hij hierheen rijden als het goed is. Vanavond of morgen. Dus ja, ik ben vandaag weer een dagje soort van alleen. Ik ga je meenemen in deze dag weer. Ik ga je niet helemaal meenemen naar de kapper, maar wel gewoon als ik onderweg daar naartoe ga. Dus ja, ik hoop dat je dit een leuke vlog vindt. Zoals je ziet lig ik eventjes op mijn bed. Ik ben net weer terug van de kapper en ja, we hebben het een stukje lichter gemaakt. Maar het is nu weer echt een beetje bruin. En als je dan in de zon zit, dan wordt het ook wel een beetje rood. Het is weer een beetje natuurlijk zoals het was voorheen. Dus daar ben ik echt super blij mee. Het duurde wel eventjes, want ik ging om 10:30 ook een afspraak en om 14:00 was ik weer thuis. Ik heb net ook eventjes snel met mijn moeder boodschappen gedaan en ik ga zo meteen even beneden in de tuin zitten, want het is heerlijk weer op het terras zitten. Want het is echt heerlijk weer. Ga ik eventjes Finny eruit laten en dan kan hij lekker buiten spelen met de hond van mijn ouders. Klaas die ligt nu in Hengelo en die heeft vanmorgen de spuiter gehad voor het ruimtespuiten. Als het goed is heb je die beelden ook gezien, heb ik die ertussen gezet. En hij gaat vanmiddag laden of vanavond gaat hij laden. En dan zal hij waarschijnlijk nog een stukje varen. En dan komt hij deze kant op. Of morgenochtend. Het ligt even aan hoe laat hij vol is. Daar houden we nog even contact zelf over. Samen. Want ja, als het te laat wordt, dan wordt het ook gekke werk voor hem. Om de auto nog af te zetten en alles. Dan kan hij dat gewoon beter morgen doen. Dus daar hou ik dan met hem nog contact over. Ik denk dat hij nu op de bank in slaap is gevallen. Want hij was een film aan het kijken of iets. Zoiets was het. Dus ik denk dat hij gewoon in slaap is gevallen. Dus als wij hebben gegeten vanavond, dan zal ik hem even bellen hoe het ervoor staat. En dat ik niet vergeet te filmen. Want dat wilde ik nog wel eens vergeten in de haast. En dan komt hij dus vanavond of morgen hierheen. En dan ga ik weer mee naar boord. Dus in de nieuwe weekvlog ben ik sowieso aan boord weer. Ik heb het heel geks op mijn lip, zie ik. Zo. Dus dan ben ik gewoon weer aan boord. En wat wil ik zeggen? Ik weet niet of deze beelden nou echt goed zijn gelukt, zeg maar. Want ik weet ook niet hoe ik mijn camera moet houden. Want of zo, of zo. Ik weet het niet. Ik hou hem maar gewoon nu voor zo. Ja, dit voor nu. Ik ga nu lekker naar beneden toe. En even bij mijn moeder zitten. En dan gaat mijn moeder misschien nog even mijn avond doen. Wordt ook wel tijd. Oh ja, wat ik wel eventjes wil vertellen. Nu dat ik het liet zien. Wacht, ik ga het eerst eventjes mijn horloge dan eraf halen. Dan kan je het beter zien. Kijk. En deze doen we ook even af. Dit armbandje bestaat uit 4 delen. Deze. En dat is een Pink Ribbon armbandje. En dit is even tegen de vrouwen die dit kijken naar mijn vlog. Of de mannen, kan ook. Deze armbandjes zijn te koop bij de Jumbo en bij de Drogist. En dit armbandje kost €10. En €4 nog wat gaat dan naar Pink Ribbon. En ik steun Pink Ribbon hierin. Want het is voor borstkankeronderzoek. Dus ja, als jij Pink Ribbon ook wil steunen, dan vraag ik je dus of dat je dit armbandje wil kopen. Je kan het ook bestellen via de webshop www.pinkribbon.nl. Ik zal het hier beneden eventjes linken, dat je op de link kan klikken in mijn beschrijving waar dit te bestellen is. Ik zou het echt super tof vinden als je er eentje wil bestellen. Want zo steun je Pink Ribbon en zo is het dus meer onderzoek voor borstkanker. En het is ook heel erg leuk als cadeautje voor je vrouw of voor je vriendin of voor je moeder of voor wie dan ook. Voor elke vrouw is het leuk. Dus ja, zeker de moeite waard. En je zou heel veel vrouwen hiermee helpen dat hier onderzoek naar wordt gedaan. Dus ja, beneden staat het linkje. Dus eventjes checken als je dat wil. Lijkt me echt super tof van je. Het is vandaag zondag en zoals je ziet, zondag. Zoals je ziet zit ik buiten lekker met mijn zonnebril op. Klaas is ook bij me. We gaan zo meteen weer richting boord. En dan gaan we een stukje varen, want we moeten even door de sluis heen. Want anders liggen we daar morgen nog. Of overmorgen. Zo druk dat het daar is. Dus dat gaan we dan zo meteen eventjes doen. En dan leggen we het schip weer stil neer. En dan gaan we ook even buiten zitten of Netflix of iets. Dus ja. We zijn weer aan boord en zoals je hoort staat de hoofdmotor aan, want we hebben eventjes geschud bij de sluis dat we dus na de sluis liggen en morgen gelijk weg kunnen, dat we niet door de sluis hoeven morgen. Dus dat zijn we nu aan het doen en ondertussen ben ik even broodjes aan het bakken, want we eten gewoon even snel een broodje. Het is nou wat te laat om te koken, het is al 8 uur. Dus dan eten we maar gewoon eventjes een broodje. Ik hoop dat je deze vlog leuk vond. En dat je nu echt een kijkje soort van hebt gehad in mijn leven. Vond je deze video nou, of deze vlog nou leuk? Laat het me dan hier beneden eventjes weten. Als je nog geen abonnee van mijn YouTube kanaal, zou ik het super tof vinden als je wil abonneren op mijn YouTube kanaal. En dan zou ik zeggen tot de volgende vlog. Bedankt voor het kijken. Doei!